Afgelopen week werd bekend dat Tim Cornelissen voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van FC Twente. De 34-jarige rechtsback is een welkome aanvulling. Omdat Tim een heel ervaren speler is, die zijn sporen leeft verdient in betaald voetbal. Met heel veel wedstrijden achter zijn naam is dat een jongen die in onze jonge spelersgroep wat meer ervaring kan brengen. Het is eigenlijk heel snel gegaan. Op een maandag kreeg ik een telefoontje van mijn zaakwaarnemer. En die zei, heb je oren naar Willem II? Ik was eigenlijk gelijk wel enthousiast. Hij zegt, denk er even een nachtje over, dan hoor ik het morgen. Volgende ochtend gelijk gebeld van, daar heb ik oren naar. Hij is 34. Ik zelf heb tot mijn 38ste zonder problemen in de Eredivisie kunnen spelen. Dus als je fit bent en je kan heel veel tactisch oplossen met al je ervaring, dan kan je gewoon van grote waarde zijn. En buiten zijn spel is dat ook zijn rol in de kleedkamer die hij ongetwijfeld zal gaan vervullen. Wat voor een jongen is het? Een hele open jongen met een ijzersterke mentaliteit. Die zal nooit verzaken voor ons. En typeert hem ook, want hij kan ook bij Twente blijven nog het komend half jaar. En denken van als we kampioen worden met Twente, dan ben ik toch ook kampioen geworden. Maar hij zegt van, ik wil gewoon voetballen met Willem II. Wat zijn jouw kwaliteiten als speler? Ik ben wat dat betreft geen speler die er bovenuit steekt. Ik haal altijd voldoende. Mijn mentaliteit is een sterk punt. Ik ben een verdediger en ik hou van opkomen. Dus een verdediger hebben jullie erbij. Dan willen jullie eigenlijk dus nog een middenvelder en een aanvaller erbij. Hoe groot is die kans dat voor 31 januari nog lukt? Dat is een goede vraag. We zijn natuurlijk heel druk bezig aan het kijken waar de mogelijkheden nog liggen. Maar het is heel moeilijk, omdat je toch ziet dat het lijstje spelers wat wij voor ogen hadden, dat de meesten toch afhaken, omdat je onder in de Eredivisie speelt. Jeroen Loemoe, hij was afgelopen week op stage bij Anderlecht. Heeft hij het heel goed gedaan. Maar toch heeft Anderlecht ervoor gekozen om niet met hem in zee te gaan. Wat is daar precies het verhaal erachter? Ja, eigenlijk, zoals ik het al verwoord heb in de media, dat hij op dit moment nog niet toereikend is voor het eerste elftal van Anderlecht. Misschien hebben zij wel zoiets van, het is een jongen voor de toekomst. Gaan we nu geen geld uitgeven. Maar wellicht over een aantal jaren wel. Stel, het blijft bij dit. Tim komt erbij. Heb je er dan alle vertrouwen in dat jullie in de Eredivisie kunnen blijven? Ja, ik blijf dat gewoon zeggen. Want wij moeten één ploeg onder ons houden. Eén is genoeg. VVV is onze directe concurrent. Hè. Die staan op 2 punten. Die krijgen we nog thuis. We krijgen ook nog een serie wedstrijden zometeen waarin je punten moet gaan pakken. En ik vind dat er heel veel progressie zit in deze groep. Laten we ook zien de laatste 7-8 wedstrijden. Gisteren krijg je een domper, maar hebben we het ook gewoon goed gedaan. En ik hoop dat onze spelersgroep gewoon heel snel die stappen blijft maken om zodoende nog de nodige punten te kunnen pakken.